De bedoeling is dat een ontwikkelaar hier op deze plek 22 woningen gaat neerzetten. En ergens anders in het dorp staan ook nog lege kassen. En die gaan weg. En daar komt weiland voor in de plaats. Wethouder Ton de Gans is blij dat hij met projectontwikkelaars Nu en Granneman Projectontwikkeling afspraken heeft kunnen maken over mogelijke woningbouw op twee plaatsen in Zoeterwoude waar nu nog kassen staan. De kassen die staan al een tijdje leeg. Is namelijk al wat langer geleden is er beleid vanuit de provincie was er om wat dan heet solitaire kassen, om dat niet meer toe te staan. Maar de eigenaren hebben toen gezegd van nee, we stoppen ook met het bedrijf op de betreffende locaties. Dat kun je ook zien. De kassen die staan leeg. Dus het is met name nu het saneren, het opruimen van leegstaande bedrijfspanden in de vorm van kassen. Maar wat is er nou precies afgesproken? We hebben in die overeenkomst die vorige week gesloten is met elkaar gezegd wat van belang is om te gaan onderzoeken en vast te gaan leggen. Maar dat moet nu allemaal nog gaan plaatsvinden. Van belang is ook nog dat de ontwikkelaar met de omwonenden gaat participeren. Dus het gesprek aangaat en kijken van hoe zitten die erin en hoe kunnen we gezamenlijk deze omgeving groen en gezond houden. Ja, en pas dan kan er stappen verder gezet worden. Dus ja, het zal echt nog wel 2 jaar gaan duren voordat er echt wat gaat gebeuren, wat zichtbaar is.